Zijn we al live? Gaan we beginnen? Ja, zijn we live. Nou, we zijn lijkt er me weer. Leuk. Gezellig. We zijn er weer. Gezellig. What the beep? Hey! Dit is een podcast van de West-Friese Bibliotheken en Bibliotheek Waterland. Want de beep doet meer dan je denkt. What the beep? We zitten hier bij What the Beep in de bibliotheek in Medeblik van de West-Friese Bibliotheken. En we hebben een hele speciale gast vandaag. Dat is Josette Vit, oud-wethouder van de gemeente Medeblik. Welkom. Dank u wel. Jij bent hier 8 jaar wethouder geweest. Mm-hmm, klopt. Belast met de portefeuille bibliotheek. En toen je hier kwam, had de gemeente toch wat minder geld. En was het toch best wel spannend om die bibliotheek zo mooi en innovatief als het nu is te krijgen. Zeker. Toen ik in 2014 ben gestart, was eigenlijk een van de eerste opdrachten dat het besluit was genomen om fors te bezuinigen. Volgens mij kwamen we vanaf 1,2 miljoen, moesten we uiteindelijk afbouwen naar 600.000 euro. Dus dat was enorm. En dat was niet van vandaag op morgen natuurlijk. Het is in een aantal jaren gebeurd. Maar dat betekende nogal wat. Wij hadden ook een situatie dat er toen eigenlijk alleen nog maar de voorzitter van het bestuur zat. Dus dat was best ingewikkeld. Klap. Voorzitter van het bestuur van de West-Friese Bibliotheken. Ja, correct. Ja. En hij had natuurlijk ook wel behoefte om te klankborden. Uiteindelijk hebben wij heel veel met elkaar ook geklankbord. Vervolgens zijn er wel weer gelukkig bestuursleden bijgekomen. En hebben we inderdaad ook een aantal besluiten moeten nemen. Een aantal vestigingen zijn toen ook dichtgegaan. Ja, want je komt dan in een gemeente, je wordt wethouder, er zijn verkiezingen geweest, je wordt wethouder en je krijgt dan als taak van, nou ja, de bibliotheekvoorziening moet blijven, moet open worden gehouden en je hebt dan een taak om te kijken van, ja, wat kan je er als wethouder dan aan doen, want bibliotheken die leven voornamelijk op subsidiegeld. Dat klopt, dat klopt. En gemeente Medeblik is een gemeente waar een aantal keer een fusie heeft plaatsgevonden. Het kenmerk van onze gemeente was dat wat je hebt, moet je behouden in de verschillende kernen. Dus veel oppositie eigenlijk ook in de raad. Want handen af van de bibliotheek van Wervershoofd of handen af van de bibliotheek van et cetera. Het gaf een hele hoop weerstand. Aan de ene kant het moeilijke besluit om te moeten bezuinigen, dat was één. En aan de andere kant, en waar gaan we dat dan doen? We hebben met What the Beep in meerdere vestigingen gezeten van de West-Friese Bibliotheken. Dat zijn eigenlijk allemaal vestigingen die behoorlijk vernieuwd zijn. En Norbert, jij hebt daar in je vorige functie een bijdrage aan geleverd. Ja, wat je ziet is dat de samenwerking met de gemeente, daar moet je ook altijd als bestuur van een bibliotheek goed over nadenken. Waar stop ik de gelden in? Hoe kan ik die besteden? En onder andere in Medeblik met Josette is natuurlijk ook door Chantal als directeur-bestuurder van de West-Friese Bibliotheken veel overleg gepleegd. Ook het gebouw waar we zitten hier in Medeblik. Op een bepaald moment moest dit gebouw voor een deel afgestoten worden. Maar er is een heel goede samenwerking gekozen met de kinderopvang. Nou, hoe kun je dat dan voor beide partijen het vruchtgebruik maken? Kinderopvang geïntegreerd in de bibliotheekvestiging. Dan krijg je in eerste instantie het idee als bestuurder van nou, ja, ik moet verkleinen. Maar de wethouder, in dit geval Josette's inzet, is die bibliotheek moet wel blijven. Maar we moeten het met elkaar ook kunnen betalen. En dan moet je ook met elkaar goed gaan praten over hoe kunnen we nou die gemeenschap toch laten zien dat die bibliotheekvoorziening er voor hun is. En niet zozeer de indruk wekt dat het allemaal kleiner is geworden. Nou, en daar lag mijn taak dan in dit geval om te zorgen dat met de verbouwing, dat de ruimte van deze bibliotheek niet zou ogen alsof het een pijpenlaadje is wat niet betaalbaar is. Hè? Ja. Daar moesten we met elkaar over hebben. Ja, absoluut. En dat is denk ik ook de uitdaging waar jij voor zat, hè, Josette. Want jij komt binnen in een gemeente. Je krijgt eigenlijk de opdracht van, nou, die voorziening moet blijven, maar kijk maar dat je het voor de helft van het geld doet, even om het zomaar zwart-wit te zetten. En dan moet je toch met bestuurders van, in dit geval de bibliotheekorganisatie, moet je zoeken naar hoe kunnen we nou naar het publiek toe die service overeind houden, toch? Ja, enerzijds. Maar we werken natuurlijk ook met andere West-Friese bestuurders. Er zijn 6 gemeenten aangesloten. Drechteland, Stedenbroek, Enkhuizen, Opmeer, Medeblik en Kocheland. Dus het hele lastige is dat alleen in Medeblik die enorme bezuinigingen waren en niet bij de rest van de gemeente. Dus dat deed ook iets met de samenwerking. Gelukkig is dat altijd goed overeind gebleven. En we zijn ook gaan toewerken naar convenanten, waarin we met elkaar die afspraken ook hebben gemaakt. Uiteindelijk toegewerkt naar een basisbedrag en met een eventuele plus als de financiële ruimte er is in de verschillende gemeenten. Voor Medeblik gold dat er niet, want bij ons, wat ik al zei, het was krabben en bijten eigenlijk. Dus die West-Friese samenwerking is ook ontzettend belangrijk geweest. En dat hebben we inderdaad. We hebben onstuimige
periode meegemaakt als ik daar zo op terugkijk. Met nou ja, ook inderdaad enerzijds interim bestuur en ook een interim directeur. Nou ja, van Lieverlee is dat uiteindelijk goed op zijn bootjes terechtgekomen. Met inderdaad nu een hele fijne directeur, Chantal Trigalet. Nou ja, dat is denk ik voor zo'n directeur ook best wel een ding. Als je dan in zo'n regio komt. 6 gemeenten, die hebben allemaal hun eigen voorkeur, ideeën. Nou, pak dat maar eens bij elkaar en kijk maar eens even hoe je dat met elkaar kunt gaan fixen. En nou ja, wat ik inderdaad heb gemerkt is dat dingen vallen en staan ook met nou, toch ook soms wel de persoonlijkheid van mensen. Van hoe kom je over? Hoe ben je benaderbaar? Wat is je verhaal? Wat is je visie? Ik noem het nu even in één regel, maar dat gaat natuurlijk ook tijd overheen. Maar ik denk dat het de bestuurder van de West-Friese bibliotheken uitstekend is gelukt om die neuzen van die 6 West-Friese gemeenten bij elkaar te krijgen. En uiteindelijk ook inderdaad met elkaar toe te werken naar onder andere convenanten waarin we hebben gezegd van nou ja, we houden elkaar vast. Dat betekent dat we in het kader van subsidies aanpalende afspraken maken en dat we dan inderdaad aan de slag gaan om die bibliotheek nou ja, bestendig te houden of bestendig te maken. Dus voor de toekomst. En dan hebben we ook afgesproken, ja ik zie jou kijken, je wil al heel veel zeggen, maar we hebben afgesproken dat we een gedicht gaan voorlezen uit de Dichter van Medemblik, want een van de resultaten van die convenant en die samenwerking is dat hier in de bibliotheek in Medemblik, de Dichter van Medemblik 2020, het boekje is ontstaan wat de gemeente dus weggeeft als relatiegeschenk. En de winnares van die gedichtenwedstrijd, dat is Mieke de Beer Komen. Ja. En zij heeft een gedicht geschreven wat zo lang is, maar we eigenlijk alle drie van vinden dat het wel een gedicht is wat verteld moet worden in deze podcast. Mijn medeblik, ik zie je wel kijken met je ogen overal, in bezielde gebouwen, de nieuwe en de oude, die als de liefde van mijn leven steeds opnieuw mijn ziel doorzien. Ik zie je wel wenken met je handen overal, in de torens van de kerken, de wieken van de molens, die me zonder het te merken zullen lokken in jouw val. Ik zie je wel liggen, zo pittig aan het IJsselmeer, met je knusse winkelstraten en je vlak agrarisch land, dat met de kosten voor de baten door de mensen wordt bemand. Prachtig stuk. Het volgende couplet begint met ik zie je wel grijnzen. Nou, dat doe ik dus even op dit moment. Heerlijk. Mooi gedicht. Het boekje De Dichter van Medemblik 2022 mede mogelijk gemaakt door de gemeente Medemblik. Josette heeft net verteld, dat vind ik ook leuk voor onze luisteraars. We praten heel vaak over de bibliotheek en wat er speelt op de achtergrond met mensen van de bibliotheek of bezoekers. Nu Josette aan tafel als scheidend wethouder, maar heel veel in de achtergrond betekent voor die West-Friese bibliotheken. Dat convenant. Josette, jij zegt het is ook heel bepalend welke mensen er zitten. Je hebt een prachtige bestuurder, Chantal Trigalet, die de West-Friese bibliotheken echt wel meegenomen heeft naar die nieuwe dimensie. Jullie hebben als 6 gemeenten wethouders en beleidsambtenaren ook die ruimte gegeven om dat te doen. Maar wat ik leuk vind is dat je er net in je afsluitende stukje zegt, we hebben nu een convenant voor 4 jaar. Ik denk dat het heel interessant is voor luisteraars om te weten. Bibliotheken zijn normaal gesproken afhankelijk van een jaarsubsidie. Ieder jaar opnieuw zit je met de gemeente aan tafel. Het zijn allemaal best wel lange procedures. Het is ook altijd van, bezuinigen we dit jaar, krijg je de index erbij, ja of nee? We trekken touwtjes met elkaar. Jij en jouw collega's in West-Friesland hebben toch maar mooi de stap gezet. En jullie hebben dat ook gedurfd. Om afgelopen jaar te zeggen, we gaan met Chantal voor 4 jaar in zee. Ja. Hoe kijk jij daarnaar? Dat is best een lange periode voor een bestuurder om te zeggen, ik zet even gewoon mezelf voor de komende 4 jaar vast aan een afspraak. Toch? Ja, nou, dat heeft volop te maken met vertrouwen. En ik denk dat er inderdaad in de afgelopen jaren ook heel hard, inderdaad ook ambtelijk, hè, en ook inderdaad de adviseurs vanuit de bibliotheek, hè, want ambtelijk en die adviseurs praten natuurlijk ook heel vaak met elkaar samen in dat voortraject. We hebben het niet zomaar gedaan. Eerder hadden we een convenant van 2 jaar en dat is toen verlengd met 2 jaar. Dus uiteindelijk hebben we 4 jaar ervaring met die situatie. Dat heeft gewoon heel goed gewerkt. En wat ik al zei, dat vertrouwen, dat is er. Dat die samenwerking eigenlijk hartstikke goed is. En misschien nog wel op een aantal fronten beter kan. Maar dat is natuurlijk het mooie van samenwerken. Maar dat vertrouwen is er. En dat is bij alle 6 bestuurders vanuit de West-Friese gemeente was dat aanwezig. Dat is erg interessant. Ik vind het ook wel leuk voor de luisteraar om eens te horen hoe dat proces daarachter zit. Ja. Want jij moet dit ook
zeg ik even in mijn bewoording, hè, Josette. Als ik het verkeerd zeg, moet je me corrigeren. Maar jij moet het eigenlijk ook verkopen aan de raad. Zeker, zeker. Hoe werkt zoiets? Kun je ons daar iets over meenemen? Oeh, jeetje. Nou ja, toen ik binnenkwam, toen was een mineur. Er was mineur, maar dat had toen ook al een beetje te maken met de financiële situatie van de gemeente Medemblik. Er waren inderdaad forse bezuinigingen afgekondigd en waaronder ook de bibliotheek. En ik denk inderdaad, wat toen niet heeft geholpen, was dat die samenwerking niet lekker liep. En dat de raad toen zei van, nou ja, dan treffen we daar ook een maatregel. Nou ja, goed, de raad is het hoogste orgaan, dus die neemt dat besluit en die zegt vervolgens, beste wethouder, succes ermee, succes ermee, ja. En we horen graag. Ja. Nou ja, en daarover voer je inderdaad dat gesprek ook met de raad, maar natuurlijk ook met het bestuur van de West-Friese Bibliotheek. Van ja, dit is de opdracht, hoe gaan we dat doen? We willen graag een voorstellen tegemoet zien. En dan ontwikkel je eigenlijk als het ware een aantal scenario's waar je naartoe zou kunnen gaan werken. Dus enerzijds afbouw van die gelden, dan wel het sluiten van panden en of andere maatregelen. Nou, en daar kom je dan eigenlijk tussentijds bij de raad op terug. Dan heb je altijd weer een moment, één keer per jaar een begroting. Die zegt dan uiteindelijk van, nou, zijn er financiële middelen nodig? Of is de maatregel uitgevoerd en pakken we de volgende maatregel? Nou, en zo werk je eigenlijk jaarlijks de opdracht af en laat je zien hoe je een bezuiniging hebt gerealiseerd. Nou, totdat we daar eigenlijk, nou, de bodem, maar ja, in ieder geval die ruim 6 ton... hadden bereikt. Ja, daar hebben we verschrikkelijk veel over gepraat. Want dat betekent wel wat. Dat, nou ja, je leert elkaar dan ook kennen, want je hebt het over vertrouwen. Mm-hmm. Maar het gaat natuurlijk ook over welke resultaten behaal je. Dus ik denk ook wel dat er iets is laten zien om dat vertrouwen te creëren. Zeker. Dus het is inderdaad, je hebt, zal ik maar zeggen, je financiële administratie, maar je hebt uiteindelijk ook, krijg je zicht op bezoekersaantallen. Dan zie je uiteindelijk dat daar een bepaalde ontwikkeling aanwezig is. Nou ja, je ziet eigenlijk de wijze waarop de bibliotheek naar buiten toe communiceert. De producten. Je ziet dat ze een rol vervullen, ja, in het hele gemeentelijke, ja, takenpakket, ja, in de voorzieningen die ze hebben. Want daar ben ik dan wel even nieuwsgierig naar. Had je een bepaalde drive om de politiek in te gaan? Was er misschien iets in de gemeenschap dat je zei van, nou, ik wil me in gaan zetten voor die samenleving, waardoor je uiteindelijk wethouder bent geworden? Oh, dat is altijd een hele mooie vraag. Daarom stel ik hem. Ja, precies. Ja, het is misschien ook wel het idee van tegen beter weten in, om uiteindelijk ook wel van betekenis te kunnen zijn. En als je een bijdrage wil leveren, dan is het goed als je dicht bij het vuur zit. Dus die functie was voor mij een enorme uitdaging. Nou ja, en ik heb inderdaad de afgelopen 8 jaar, ja, er gebeuren zoveel dingen. Leuk en ook minder leuk, hè, want dat is natuurlijk ook, dit vakje staat eigenlijk wel 24 uur per dag aan. Je hebt aan. Ook volgens mij de landelijke politiek naar Medemblik, ja, gehaald. Absoluut. Wognum, klopt. Ja. Ja. Dus enerzijds, ja, het is een uitdaging om met deze functie te beginnen. Ik had veel bezuinigingen, dus dat is niet het leukste werk. Maar een werk. Persoonlijke drive van, je hebt iets met cultuur, of je hebt ook iets met bibliotheek, of met het sociale domein. Ja, kijk, mijn portefeuille was op het gebied van accommodatie en voorzieningen. En bibliotheek, muziek, kunst en cultuur en sport. Bibliotheek draag ik een warm hart toe, evenals ik dat met sport doe. Dus die, ja, elementen zaten in ieder geval wel in mijn portefeuille. Ja, maar ook in jezelf. Ja, absoluut. Kijk, ja, dat vind ik altijd leuk om te horen, dat er een persoonlijke drive onder zit. Nou ja, volgens mij merk je dat ook. Hè? We hebben het ook gemerkt in de samenwerking met jou in de West-Friese Bibliotheek. Want jij bent ook persoonlijk heel erg betrokken bij wat wij voor die gemeenschap doen. Mm-hmm. En jij hebt zeker ook in die afgelopen 8 jaar die bibliotheek zien veranderen van wat nog een beetje die klassieke bibliotheek was naar dat centrum in de maatschappij waar je eigenlijk met je hulpvragen, met je behoefte aan ontmoeten. Jij bent ook betrokken geweest, belangrijk voor ons als West-Friese Bibliotheken, bij het uitvoeren van de motie Ascher in de gemeente. Ja. Medemblik, vestiging Wognum. Ja, dat was een feest. Dat was echt een feest. Jij weet ook dat een feest, omdat je ook gezien hebt hoe die gemeente in het verleden door die bezuinigingsbehoefte, mm-hmm, door die opdracht die er lag, moest Wognum terug naar bijna niets. Hè? Klopt, ja. Jij bent daar echt helemaal van bij geweest, ja, toch? Ja, zeker. En dat was natuurlijk echt, dat was sowieso een avontuur. Dat moest A, natuurlijk ook in een hele korte tijd gerealiseerd worden. B, de raad ervan overtuigen dat dit toch een hele mooie stap was. Kwam er geld vanuit de centrale overheid? Er was een motie Ascher. Motie Ascher is eigenlijk een motie die onder leiding van Kamerlid Ascher bij de minister is aangeboden. Wij hebben het toen in een boekvorm heel eenvoudig uitgelegd. In heel veel dorpjes in Nederland ging langzaamaan 's avonds het licht uit omdat er steeds minder sterren brandden. En wij noemden die sterren de kleine bibliotheekjes. En ook Wognum was een van die slachtoffers waar op een gegeven moment gewoon, ja, geen geld was. Dus geen bibliotheek. Een dorpskern uit de gemeente Medemblik
met zo'n 8000 inwoners. En dan is de bibliotheekvoorziening nou bijna uitgedroogd, nog tot een jeugdbibliotheekje aan toe. En Asscher had aan de minister gezegd, weet je, trek nou geld uit, help nou gemeenten die dat nu niet kunnen om toch die belangrijke dorpskernen te voorzien. Maar dan moet je een gemeente hebben en dat is dan de rol ook die JOZ dan overneemt. Je kunt als bibliotheek wel roepen, nou wij willen dat graag, maar zo'n gemeente moet een borging neerzetten. Die moet zorgen dat zo'n bibliotheek dat goed doet. Die moet vertrouwen hebben in zijn bibliotheek en die moet een afspraak maken met die bibliotheek als je dat geld gebruikt. Dan is het niet zo dat daarna, na die periode Asscher, dat je dan weer op onze schouders kunt leunen. Nou, daar hebben we heel veel gesprekken over gehad. En jij bent degene die als gemeente hebt gezegd, richting de raad ook, hè, wat je net al vertelde, vertrouw dat dan maar, toch? Hè, ja, zo. Zeker. Ja, de luisteraars kunnen die zien, maar je ogen gingen helemaal twinkelen, dat je zegt, dat was heel mooi. Ja, maar er zat zo'n positieve energie in. Ja. En inderdaad in hele korte tijd een locatie gevonden. Het moest allemaal geheim. Ja, wat gaat er nou gebeuren en hoe gaan we dat goed regelen? Ook de interne organisatie moest daar natuurlijk achteraan. Nou ja, Norbert heeft ook een hele belangrijke rol gespeeld. Want jullie hebben een soort event georganiseerd met Asscher erbij en de minister erbij. Minister Ingrid van Engelshoven. Ja. En we hebben die opening formeel gedaan. Ja, de grap was dat mevrouw van Engelshoven op een gegeven moment zelf belde en aangaf wanneer ze de opening wilde hebben. En dat vonden we allemaal wel erg goed. Maar wat Josette net zegt, daar gaan we gemakkelijk overheen. Maar we hadden 10 weken de tijd om die bibliotheek neer te zetten sinds de informele toestemming. Want dat was nog de grap. We hadden geen formele toestemming. Dus we hebben ook mensen met de informele toestemming gevraagd van, goh, wij willen je pand. Wij gingen naar een eigenaar van een pand. En die zei, ja, wat voor zekerheid heb ik? Zeiden we, nou, eigenlijk heb je helemaal geen zekerheid. Hooguit laten wij straks, als het niet doorgaat, dat pand netjes achter. En ja, die ondernemer, dat is wel echt leuk. Hè? Die ondernemer zei toen tegen ons, nou ja, op de een of andere manier vertrouw ik jullie wel. Ja, wat moet je als ondernemer? En de gemeente heeft ook intern best heel veel zaken geslecht. Mm-hmm. Want ik weet nog heel goed, Jozef, dat alles was confidentieel. Ja. En we moesten het bestemmingsplan toetsen. Dus je moet een vraag indienen bij de gemeente. Mm-hmm. En dus moet in die gemeente moet iemand een vraag die je stelt, die hoort publiek bekendgemaakt te worden. Dus dat was nog een uitdaging. Want je kan niet een geheim stuk publiek maken. Maar ja, je moet je ook houden aan de wetgeving. Zeker. Dus dat was heel gedoe. En toen bleek uiteindelijk van, nou, het komt niet in de krant. En we hadden het op een goede manier gedaan. Alleen toen bleek een dag later wel dat het op de website van de gemeente stond. Dus dan moesten we het nog even corrigeren. Want zo gaat dat. Ja, zo gaat dat. En ja, Jozet en haar team, haar beleidsambtenaren, nou, hebben verschrikkelijk hard gewerkt op de achtergrond. En dan krijg je in één keer te horen van de minister, ja, ik kom zelf die bibliotheek openen. En dan komt er een nieuw rijtje met uitdagingen, want daar gaan dingen als beveiliging, de burgemeester informeren. Maar ja, inmiddels moest binnen dat gemeentehuis, geloof ik, de helft van jouw organisatie geïnformeerd worden. Ja. Maar ja, hoe hou je iets confidentieel tot de dag dat die minister binnenkomt? Dat is best lastig. Ja. Ja. En bovendien was het dorp al heel erg aan het gissen. Aan het gissen, ja, aan het roddelen. Wat zou daar komen? Ja, en de mensen afgeplakt, dat inderdaad. Prachtig, maar het was dus een hele nieuwe locatie. Want je vertelde dus net van, er was iets wat eigenlijk weg moest. Mm-hmm. Of niet meer was. En jullie kwamen weer met iets nieuws. Nieuwe locatie. Nieuwe locatie. Want we zaten eerst in het MFA, multifunctionele accommodatie in Wormen. Hadden we ergens bovenin een jeugdbibliotheekje, dat was het. En die moesten toen sluiten. We moesten toen dicht en toen moesten we naar dat nieuwe pand. Maar ja, de bewoners, het is in het centrum van de dorpskern Wognum. En al die bewoners kennen dat pand. Dat stond al 2 jaar leeg en plotseling werd er verbouwd. Dus iedereen wilde gewoon weten. Maar het is ook goede marketing natuurlijk, van een beetje de spanning opbouwen. Zo, dat is wel gelukt. Dat is zeker gelukt. Dat is wel gelukt. Maar de mensen waren er ook hartstikke blij mee. Hè? Dat was echt de meest, nou ik kan wel zeggen, ik heb er wel heel veel mooie dagen in mijn leven gemaakt. Maar dat was wel een van de mooiste dagen die ik meegemaakt heb. Hoor. Dat het dan ook allemaal lukt. Ja, maar ook als je daar staat, hè, s'avonds bij de receptie, we hadden gerekend op een West-Friese receptie. Dus veel bier en een tent buiten en zo. Maar eigenlijk werd er heel weinig gebruik gemaakt van die tent. Mensen kwamen echt naar binnen met planten en dat soort dingen meer. Ja, ik zag 2 hele oude vrouwtjes. Ik denk dat ze echt al over de 90 waren. Die stonden voor ons en die zeiden, meneer, dat dit nog kan. En stonden gewoon in tranen stonden ze daar. Nou, die dag was echt de mooiste dag die we hebben. Ik denk dat het tijd wordt dat jij nog een paar stukjes gaat voorlezen uit het mooie gedicht van Mieke de Beer Komen. Uit het boekje De Dichter van Medemblik. We gaan er gewoon enorm veel publiciteit voor maken. Ja, leuk. Ja, we gaan dat boekje overigens, Sylvia, dat boekje kunnen luisteraars aanvragen als ze een mailtje sturen naar info@bibliotheekwaterland.nl. Dan gaan wij dat aan onze collega's van de West-Friese Bibliotheek doorgeven. Echt een mooi gedichtenboekje. En de dichter die dit gewonnen heeft, Mieke de Beer Komen, had het gedicht geschreven, Mijn Medemblik. Ik kan je niet ontkomen, waar ik ook verkeer. Zelfs als ik mijn ogen sluit en jou de rug toekeer.
dan nog hoor ik het ruisen van het IJsselmeer. Dan nog proef ik de krenten in de Westfriese mik. Dan nog ruik ik de geuren van mijn jeugd, meet in blik. Dan nog voel ik de bodem langs het tuinpad van mijn pa, waarop liefde kon bloeien, de reden dat ik besta. Echt een heel mooi gedicht. Ja, prachtig. Ja. Ja, kippenvel. Ja. Josette, wil je nog iets toevoegen uit dat nationale bezoek, noem ik het maar even? Ja, het was gewoon een hoogtepunt. Ik bedoel, het was voor de bibliotheek een hoogtepunt. Het was voor de gemeente een hoogtepunt. Het was voor de inwoners een hoogtepunt. Dus ja, ik bedoel, hoe mooi wil je het dan hebben? Dan zie je toch echt dat landelijke aandacht of emotie, dat dat toch helpt in de lokale uitwerking. En dat het belangrijk is om te laten zien van wat gebeurt er nou achter de schermen. En inderdaad, zoals Norbert vertelt, van nou ja, zo'n pand wat leeg staat, wat je met zo'n ondernemer regelt, waar je eigenlijk nog niet echt de garanties voor hebt. En dat je